Komend weekend speelt Willem II thuis tegen Heracles Almelo. De wedstrijd stond pas 8 keer eerder op het programma in de Eredivisie en beide ploegen wonnen 4 edities. De laatste 3 seizoenen waren de bezoekers te sterk, maar in maart 2008 won Willem II. Schilder. Lakic, bal tegen de arm, maar onbedoeld, mag dus verder. Maas. Everton. Nee, vermakelijk is het nog allerminst. Matthijssen. Struikelt over de bal. Onhandig voor een voetballer. Maas. Kan Heracles profiteren. Garcia met wat ruimte. En dat moet je hem meestal niet geven. Goeie voorzet. Lakic. Dusdanig gehinderd, maar door Everton. Schilder brengt hem opnieuw in. Lakic. Nee, Vermeer. Nou, daar is opeens opwinding. Garcia tegen Lakic aan. En dan komt Willem II uiteindelijk goed weg en ligt Everton daar nog geblesseerd. Swinkels, bal ging met name hoog en niet zo ver. En dan een lichte overtreding van Boacci. Snel genomen die vrije trap. Slim, Murat kan aannemen en scoren. Nou, we zijn 35 seconden begonnen aan de tweede helft. En die is nu al veel leuker dan de eerste 45 minuten. Slim, snel genomen die vrije trap. Murat, omdat Clavan onder de bal doorgaat. En die schiet hem dan ragfijn binnen. En daar is de voorsprong voor Willem II. Garcia. Het vereist nu misschien wat ander voetbal dan dat hij graag speelt. Hij voetbalt graag frivol, maar komt nu aan op vechtlust. En die vechtlust toont Willem II in de vorm van de Moesje. Die de wedstrijd lijkt te beslissen na een verschrikkelijke fout van Piekenhagen. Kijk nog even naar het veld waar het dan misschien aan heeft gelegen. Want hij trapt volkomen naast de bal. Begin met balverlies bij Garcia. Dan de omschakeling. De Moesje is geen buitenspel. Piekenhagen maait dan woest over de bal heen. Schilder. Met wat ruimte. Lakic, rand 16 meter gebied. Terug op Schilder. Maar het is daar heel vol. Desondanks een knap schot van Schilder. Het is weer een wedstrijd. Nou, wat is het dan opeens een aardige wedstrijd geworden. Schilder. Nog maar eens schieten. Ja, Vermeer. Die heeft daar nogal een moeite mee. En wat is het dan een aardige tweede helft geworden na die zeer matige vertoning voor rust. Lakic kiest positie op de penaltystip. Gaat over Lakic heen richting Everton. En een mooie redding van Vermeer. Boutahar. En dan is het gedaan. Willem II verslaat Heracles in een cruciaal duel. En kunnen, als de balans dan wordt opgemaakt, deze 3 punten voor Willem II wel eens heel erg belangrijk blijken te zijn. De 3 punten bleken toen inderdaad belangrijk, want Willem II ontliep uiteindelijk op 1 punt de na-competitie. Nu is Heracles de nummer 8 van de ranglijst. Een niet te onderschatten tegenstander dus. Goeie ploeg. Positiespel, gedurfd, 3-4-3. Scoren heel veel, krijgen heel veel kansen. Maar zijn ook wel kwetsbaar in de omschakeling. Dus er liggen absoluut mogelijkheden, denk ik. Ja, hoe moet je dan zo'n ploeg bestrijden die vol op de aanval speelt? Zelf ook vol aanval, open wedstrijd of juist niet? Ja, we zullen deze week daar onze gedachten over laten gaan. Er zijn inderdaad 2 mogelijkheden, denk ik. Of we vallen volle bak aan. Dan geef je zelf ook heel veel ruimte weg. Dan wordt het een hele open wedstrijd. Dan kan het kwartje beide kanten opvallen, denk ik. Nou, of je zal wat gegroepeerd kunnen spelen en van daaruit met snelle buitenspelers of snelle spitsen die we hopelijk weer tot onze beschikking hebben. Dan kunnen ze misschien wel heel veel pijn doen. Willem II Heracles Almelo begint zaterdag om 8:15. Actuele informatie over de kaartverkoop vind je op de website.